Worden Belgische clubs de dupe van de nieuwe regelgeving rond transfers van minderjarige voetballers? De Wereldvoetbalbond FIFA verlaagde deze zomer de opleidingsvergoeding die betaald wordt wanneer een jonge speler wordt weggeplukt. Een slechte zaak voor clubs als Racing Genk, die investeren in hun jeugdopleiding. Divock Origi, 4 jaar geleden een van de jeugdexponenten van de Genkse jeugdacademie. Ondertussen kent heel Europa hem. Destijds ving Racing Genk nog een opleidingsvergoeding voor hem. Maar sinds augustus zijn die vastgelegde opleidingsvergoedingen door de FIFA naar beneden gehaald. Als een club zoals Chelsea bijvoorbeeld een 16-jarig talent van Anderlecht wil aantrekken, betalen ze daar op dit moment €115.000 voor. Voor 1 augustus was het zo dat er nog €375.000 moest betaald worden, wat een gigantisch verschil was. Nu, waarin zit dat verschil juist? Het is zo, de speler, als je gaat kijken naar de leeftijd tussen de 12 en de 15 jaar, op die periode moet het verschil genomen worden. Vroeger zei FIFA, oké, goed, moet €75.000 per jaar betaald worden in dit geval. In het geval van een transfer van België naar Engeland. Maar vanaf dit jaar wordt dat maar €10.000. En dus maakt de beslissing het makkelijker voor grote buitenlandse clubs om Belgische talenten weg te plukken aan een lager bedrag. Ik moet zeggen, ik was een beetje verrast door die wijziging in het FIFA-reglement. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat clubs worden gesanctioneerd als ze investeren in hun eigen jeugd. En dit is precies het gevolg van deze herziening van het reglement. Dus daar kunnen we ons niet bij neerleggen. Het is een beetje een stap terug in de tijd. Ja, dat klopt. We proberen al jaren op Europees niveau de clubs te stimuleren, de UEFA te stimuleren om maatregelen te nemen, zodat clubs verplicht worden om meer in te zetten op eigen talent in plaats van talent dat ze goedkoop, relatief goedkoop over de grens kunnen halen. Dus daar stappen we nu van blijkbaar terug vanaf onder druk van de FIFA. Ik weet niet wat hen bezielt. Volgens Wereldvoetbalbond FIFA lag de opleidingsvergoeding te hoog en moest er iets gebeuren. Ook voor Belgische clubs wordt het trouwens makkelijker om jonge spelers vroeg weg te plukken in het buitenland. Ja, sommigen zeggen nu, dit kan ook voordelen hebben, omdat Belgische clubs makkelijker kunnen jonge spelers recruteren in het buitenland. Dit is de volledig verkeerde weg. We moeten inzetten op eigen talent. Dit is de belangrijkste reden waarom we ook vanuit de politiek ons bezighouden met het voetbal. Omwille van de sociale functie van voetbal, omwille van het feit dat voetbalclubs inzetten op jonge spelers, vaak sociaal zwakkere jongeren van de straat houden, zal ik maar zeggen. Maar wat betekent dit nu voor het Belgisch voetbal? Wordt onze competitie nu nog meer een doorgeefluik voor de grote competities? Zo ziet het er stilaan naar uit. Het gaat van belang zijn om onze jongeren aan ons te binden, maar daarvoor gaan moeten maatregelen genomen worden. In sommige gevallen is het effectief succesvol gebleken, nu recent nog met Jason De Nayer. Maar in veel gevallen gaan jongeren naar het buitenland en komen ze zichzelf tegen en raakt de carrière volledig in slop.